Kassie kijken met Ron Vergouwen. Vertelt u eens, heeft u uw hart al eens een keer uitgestort op tv? Vertelt u ook over uw seksleven of laat u uw spataderen filmen? Ja, ik ken zelf ook niemand, maar heel het land schijnt het te doen. Deze week in elk geval wel heel veel ontboezemingen en kijkjes in de keuken. Zo zagen we deze week in Verslaafd hoe ene Jeffrey door zijn familie werd gedwongen uiteindelijk af te kicken van de cocaïne. Door jou op te geven voor dit programma is het allerlaatste wat ik nog voor jou kan betekenen. Als jij deze mooie kans niet aanpakt, zal ik elk contact met jou verbreken. Dank je, Jeffrey. Hi. Heb jij gezegd? Ja. Wat goed. Ja, voor jou en voor hem. En zoals het hoort in een hulpprogramma, er is altijd een goede afloop. Jeffrey is van harte welkom. De deur stond eerst op een kiertje, maar die staat nu weer wagenwijd open. Ik denk, als jullie die ochtend niet in mijn huis waren geweest, dan had ik er misschien niet meer geweest. Dus ik ben echt ontzettend blij en het is de beste keuze in mijn leven geweest. Ja, de opnames waren al een tijdje geleden en of Jeffrey nu nog clean is, volgens de makers in elk geval wel. Je geeft je privacy dus op, maar dan heb je ook wat. En niet alleen bij de commerciële, ook hier bij Max werden woensdag alle gordijntjes weer voor even opzij geschoven. Voor de vierde keer alweer zijn we er met Operatie Live. En dit keer konden de kijkers met half dichtgeknepen ogen kijken naar een bevalling via een keizersnede. Ja, op zich best leerzaam, maar wat die deelnemende vrouw nou verder opleverde, geen idee. Aan Charles Groenhuizen trouwens de eer om anderhalf uur vol te praten, terwijl de echte spanning eigenlijk maar anderhalve minuut duurde. De baarmoeder wordt nu ook gesneden. Gaat nu snel, hè? Ja, nu gaat het snel. Kijk, je ziet allemaal water al komen. En Annemarie gaat dan met de hand naar binnen en schept als het ware het hoofdje van de baby eruit. En dan komt de baby. Wow. Ja, en deze week zat ik als vaste DWDD-kijker toch wat ongemakkelijk op het puntje van mijn stoel bij een behoorlijk intieme onthulling van voetballer Fernando Rixen. Maand geleden... het ziekenhuis met... Vincent is de verschrijver van het boek. Wat is er aan de hand? Of? Een maand geleden is bij hem een spierziekte geconstateerd. ALS? ALS, ja. En morgen is in wezen een vrolijke dag, want het boek wordt gepresenteerd. Ja, goed dat je hier dan bent, jongen. Wat ben je dan een held? Ja. Ja, als kijker wel erg blij dat tafel hierboven en verdorens de angel zo snel uit het gesprek wist te halen. Dat is trouwens ook een talent, als interviewer goed omgaan met al die ontboezemingen. Zo zaten tv-kijkers deze week ook klaar om te zien hoe Klaas Drupsteen het zou doen als opvolger van Joris Lintzen in het Jank-epos Hello Goodbye. Ik ben gescheiden, het was me zo'n 2 jaar. Die is in 2006 overleden bij een andere vrouw, terwijl ik op mijn werk was. Bij een andere vrouw? Ja. Wat deed hij bij die andere vrouw? Ja, wat denk ik? Vreemdgaan. Ja. En daar is hij overleden? En daar is hij overleden, toen hij is vastgegaan. Wat een drama allemaal. Ja. Het mooie is dat je hiervoor helemaal geen briljant interviewer voor hoeft te zijn, maar vooral een empathische toehoorder met de juiste uitstraling. En dat is Klaas wel toevertrouwd, om mensen hun gevoelens te ontlokken. Iemand waar we inmiddels wel alles van dachten te weten, dat is Gordon. Deze week geportretteerd in KRO's Profiel. En deze keer ging de camera zelfs mee tot in het medicijnkastje. Dit is glimepiride voor mijn suikerziekte. En simvastatine is een bloedverdunner voor cholesterol. En dan heb ik nog methotrexaat. Dat slik ik 4 keer 2,5 milligram in de week samen met een spuit. Dat is deze. Die doe ik 1 keer in de 2 weken. En die is voor de reuma en de psoriasis. De grootste brulaap uit de media werd in Profiel geanalyseerd door allerlei deskundigen. Die zelf trouwens met ook allerlei ontboezemingen kwamen. Want zegt u jezelf... Had u dit verwacht van de tv-recensent van de Volkskrant? Continu poep en pies, codes doorbreken en daar dan zelf heel erg om lachen. Ik kan niet ontkennen dat ook ik, als ik hem met Gerard Joling zie, af en toe ook wel moet grinniken. Ja, hij is niet de enige tv-recensent trouwens. Ja, en meestal worden privé-onthullingen door programmamakers ontlokt. Maar steeds vaker dringen programmamakers ook hun diepste privé-gedachtes op aan de kijker. Volgende week horen we bijvoorbeeld in de nieuwe documentaire van Sunny Bergman alles over haar bedgeheimen. En deze week ging de homoseksuele Tim den Beste voor het oog van de camera voor ons op zoek naar zijn heterokant. In Een man weet niet wat hij mist. Nou ja, het is meer dat ik het idee heb dat er een soort van luikje is opengezet. Homoluikje staat wagenwijd open. Het is een soort van dakterras. En het vrouwen meisjesluikje, dat klappert nu een heel klein beetje in de wind. Ja, een aandoenlijke documentaire en grappig gemaakt. Ja, en ik snap de gedachte erachter ook en dat de tv leeft van dit soort persoonlijke onthullingen. Maar als je als tv-recensent dit de hele week voorbij ziet komen...
Je gaat bijna verlangen naar iemand die weer eens zegt: meneer de interviewer, dat gaat u helemaal niets aan. Bijna dan, hè? Kassie kijken met Ron Vergouwen.